Ja, heerlijk. Hè? Ik, moet, ik moet allereerst ons publiek bedanken voor ja, fantastische steun. Ik, ik denk dat ze, kijk, we hebben niet het allermooiste voetbal gespeeld, maar wel drangvoetbal. en daar hebben we bewust voor gekozen om uh, um, uh, ja, snel die ballen naar de spits te krijgen. Vandaar uit de tweede bal spelen en uh, ook wat meer zekerheid achterop. Want ik weet dat we altijd scoren. Kijk de, kijk de wedstrijden maar naar. We maken altijd goals. Nou, ja, vandaar ook dat, dat deze strijdwijze en, en gelukkig pikte dat publiek het geweldig op, want die heeft ons er echt doorhe doorheen gesleept. En, uh, nou ja, dat past ook bij deze club, dat weet ik. Maar ik vond het wel heel mooi mee te maken. Is dus echt eh, nogmaals dank daarvoor. Top. Ik kwam binnen met de bedoeling om 4-3-3 te spelen met heel aanvallend voetbal. Het werd nu 5-2-3, 5-3-2. Beetje verdedigend, maar dat had natuurlijk ook redenen. Nou, niet, we hebben wel geprobeerd het druk te zetten. Hè. Alleen, zij, zij zijn gewoon de best voetballende ploeg van, uh, van de Jupiler League op dit moment. Ze staan niet voor niks in de halve finale beker. En als ze zo, zo doorvoetballen, dan eindigen ze gewoon bij de eerste drie. En dan gaan ze waarschijnlijk promoveren ook. Want ze hebben echt voetbalrensen. Dus we hebben bewust. Je moet, laat me het anders zeggen. Je moet tegen hun met vijf man achterop spelen. Anders heb je een groot probleem. Omdat zij hun buitenspelers naar binnen zetten. en dan de backs heel hoog op laten komen. ja, daar dan, dan, kan je niet tegen spelen. Dus het, het was tactisch gewoon nodig. Om, uh, om dit te doen. Ja, en dat mensen daar dan iets anders van maken. daar kan ik niks doen. Maar als we het niet hadden gedaan, dan hadden we 5-0 verloren. En dat was niet de bedoeling. Nu heb je een 2-0 overwinning. nu heb je houvast. Uh, hoe gaat het nu hieruit? En dan was je iets te vroeg naar binnen. want het was 3-0. Maar. Uh, uh, maar daar was ik ook heel blij mee, voor Bartje Straalman. En, uh, want, want, want ook Bart, die jongens die op de bank zitten, dat is ook wel even teleurstellend... maar ze staan er wel. En, uh, en Bart ook zo blij met zijn goaltje. Dat, dat vind ik, daar, daar, daar kan ik misschien het meeste van genieten, van dat soort dingen. Maar nu van hieruit wordt dit dan de vaste opstelling, of wil je nog wel echt die 4-3 erin gaan krijgen? Nee, we, 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 dat zien we per wedstrijd, maar we moeten wel wat beter gaan voetballen om nog meer wedstrijden te winnen. Uh, dus daar gaan we mee aan de slag. En hoe we dat doen, dat zien we wel. Hè. Kevin van Dierme komt erbij, heel belangrijk voor ons omdat het een leider een leider in de ploeg is. Maar ik heb vanavond ook weer een Jan gezien en een, een, een Zweg gezien. Waarvan ik denk, uh, oké, okay, mooi jongens. Hartstikke goed. Druk eraf. Ja, even op de bank gezeten één keer. En druk eraf. En heel andere jongens. Tot slot, bij de wissel van Bart Straalman. Waarom kwam hij eigenlijk in de ploeg en niet Leon Kaak? Want volgens mij gaat daar nog wel een verhaal achter. Ja jongen, op een gegeven moment wisten we niet meer wie we moesten wisselen. Want er waren allemaal jongens met blessures. Ja, dus toen dacht ik eerst nou, Robert uh, moest eruit. En... en uh, uh, maar ja, toen kwam ook Tim, die zei ja, ik moet er ook uit. Ja, toen, dus toen, had ik, toen had ik Leon, vond ik Leon mooi voor het publiek. Even een eigen jongen erin, geblesseerd geweest, er weer even in. Maar ja, natuurlijk is bad dat ook. Maar ja, ik had hem al klaar staan. Maar dat begon al bij de eerste wissel, of de tweede wissel die we deden, hè? Met, met Elvio. Ja, toen zaten we al, ja, wie moet er uit, want het waren allemaal uh, jongens die last hadden. Ah, dat is ook wel humor, dat betekent dat ze goed hun best hebben gedaan en dat willen we graag. Maar uiteindelijk begrijp ik dat er door steenpapier schadebeslissing is gekomen, klopt dat? Ja, dat deden ze, hè? maar dat was humor. Ja, daarom heb ik ook een klein kusje aan Leon gegeven, want ik had hem nogmaals er graag in willen brengen. Maar het kon gewoon niet, omdat we moesten wachten wie om zou vallen. Nou, dat was, de eerste was, uh, was Tim. In ieder geval het gevoel op de Vijverberg lijkt zo weer goed. Ja, maar we, kijk, uh, we moeten over drie maanden weer praten. En zo en dus best nog wel, vaker ze verliezen. Maar we proberen iets om te, om te slaan. en uh, Als we dat mooi met z'n allen doen, want dat is hier heel belangrijk, heb ik nu wel gevoeld. Dat, uh, dat er wat stromingen zijn. En dat is logisch, dat geeft niks. Maar als we met z'n allen de schouders eronder zetten, dan wordt de Graafschap een hele grote club. Als we het niet doen, ja, dan blijft het omhobbelen. Dat moeten we niet doen. Want je ziet vanavond ons publiek hoe geweldig het is. En dat iedereen daarin meegaat, nou, dan komen wij nou een heel eind. En dan gaan we heus nog wel eens verliezen. Dat hoort erbij als het maar met strijd gaat.